Nou, we hebben de Model 3 gezien en hij zag er hartstikke mooi uit. 350 kilometer range. Nou, 5 mensen seats comfortable. Prachtig scherm van binnen. Een beetje een overdwarse licht. Geen dashboard. Dat vond ik wel het mooiste en interessantste. Er werd weinig over gepraat. En ja, voor 35.000 euro 0 tot 100 in 6 seconden. Dus dat is ook gewoon prima. En je kunt een snellere versie kopen. Nou, en ja, meneer, onze designer van Tesla had weer een goede job gedaan. Want hij is vrij klein, maar je hebt toch gewoon veel ruimte van binnen. En weer zo'n mooie voorruit. Even vragen wat mensen er nou eigenlijk van vinden, om te beginnen met Maarten Stijn. Maarten, je hebt er gisteren 2 gekocht. Wat was jouw oordeel? Ik vond het een heel mooi design. Ik vond het de binnenkant heel mooi met dat scherm. Ja, dat scherm was mooi, hè? Dat overdwars. Ik vind ook die ruit en die lichtheid die ze eigenlijk van de Model X hebben gepakt, vind ik erg mooi. Ik maak me wel een beetje zorgen over de productie daarvan, want dat is natuurlijk toch wel weer iets complex. En ze moeten echt wel alles op alles zetten. Ja, maar die Elon die heeft wel een handje van om leuke dingen te verzinnen, ja, die nogal veel tijd kosten om goed te krijgen in productie. Ik vind het wel een belangrijke asset, hè, die zo'n ruit, maar... Ik hoop dat ze dat allemaal gewoon goed op orde krijgen qua productie. Want dat is niet Laten we hopen dat ze dat met de Model X goed geleerd hebben en zo. 35.000 euro, houden ze dan ook weer 25% marge over zoals nu met de Model S? Nou, misschien het eerste jaar niet, maar later natuurlijk wel als die volume echt op gang komen. Ja, Oké. Nou, het was een hele straight show eigenlijk, ja, hè? Van nog iets opvallends? Nou ja, het liep niet zo uit als bij de Model X. Daar was toch een hoop kritiek op. En dit was gewoon goed. Ik vond ook dat hij opnieuw zijn verhaal goed vertelde. We moeten echt met z'n allen naar een duurzame wereld. En ik denk dat dit een kantelpunt is voor de hele geschiedenis van mobiliteit. En dat vind ik dit wordt wel een beetje een puntje van, dit is wel een autootje die dat toe doet. Ja, en er komen gelukkig meer modellen, zodat mensen ook echt een keuze hebben. En ik denk dat het erg belangrijk en ook leuk is om daarbij te mogen zijn. Ja, vond ik ook. Hartstikke dank u wel. Blij met je aankoop? Ja, zeker. 2 stuks heeft hij gekocht. Hoe bijzonder is nou eigenlijk 115.000 auto's dat die gereserveerd zijn? Dus dat is maal 1000 euro. 115 miljoen cash hebben ze binnengekregen voor een concept. Ja, en dat is uniek en ook een record in de wereld van de pre-orders, zoals ze dat noemen, in de high-tech wereld. Dus bij Apple kennen we dit soort tafereelen natuurlijk wel. Maar het volume waar je nu over praat, de hoeveelheid geld die mee gemoeid is... Dat alleen de prepayment is al 115 miljoen. Dus maal 10 is 1,5 miljard, maal 3... is 5 miljard euro aan committed sales voor dit ding. Ja, dat is toch dat is gewoon uniek, dat is een record. Ze doen nu 3 miljard per jaar, geloof ik. Nee, 3 miljard per jaar nu. Orde grootte 70.000 auto's keer 3,5 miljard. 100.000 euro, dus dat is... dat is 7 miljard. Ja, 7 miljard. Dus ja, in ieder geval, dus ze hebben gewoon eigenlijk een halfjaartje sales hebben ze nu even in de pre-order. Is dat uniek? En nu komen pas de online reserveringen van alle mensen die nou het model hebben gezien. Dus dit kan nog oplopen tot 200.000-300.000. Ja, dan heb je zo'n half miljoen hebben ze een jaar productie. Ja. Want hoe lang zal het duren voordat de productie eigenlijk iets gaat worden? Dus ik geloof eigenlijk Elon wel op zijn woord. Dat hij zegt in 2017 maken wij de eerste auto's. Ja. Maar dat zullen er dus nog weinig zijn. Ja. 2018 zal het echt op orde komen. Ja. Maar zouden ze 500.000 halen in 2018? Nee, dat zullen er 200.000 zijn. Als ze mazzel hebben en het begint te lopen, 200.000. Oké, dank je. Kim, de country manager van Tesla. Hoe mooi vond je hem? Ja, ik vond hem fantastisch. Hij overtrof mijn stoute verwachtingen. En wat vond je nou beter dan je verwacht had? Het design was echt heel mooi. En nou, het interieur. Dat scherm, hè? Dat scherm dat overdwars. Scherm, prachtig. Ja, ik wist ook echt nog niet hoe die eruit ging. Nee, je had niet even een fotootje gezien? Nee. Die Australiërs die op de tv nog een beetje de contouren hadden gezien? Ik had hem daar wel onder zien staan. En ik had ook wel gehoord van de mensen die hem wel gezien hadden, dat hij echt helemaal gek zou worden. Maar Elon heeft onze stoutste verwachtingen weer overtroffen, gelukkig. 115.000 verkocht, hè? Over 200 stores. Dus dat is 500 ongeveer. Jullie hadden ook ongeveer 500 in Amsterdam gisteren. Daar doe ik geen uitspraken over. Nee, maar in ieder geval, het was hier hartstikke druk en het was de hele dag door. Dus ben je er klaar voor dat soort aantallen om hier uit te leveren? Tegen die tijd gaan we er klaar voor zijn, ja. Dankjewel. Dat was Kim. Zij moet nog een hele hoop werk gaan verrichten voordat het in 2018 zover kan zijn. Paul. Je hebt hem nog niet gekocht, je gaat hem ook niet kopen, wat vond je ervan? Ik vond hem wel mooi, ja. Maar ik ga hem niet kopen inderdaad. Nee, want je hebt wel genoeg auto's. Ik heb wel meer dan genoeg auto's, ja. Wil je nog een Outlander kopen? Die heb ik nog in aanbieding. Een Outlander kopen, haha, dankjewel.
één persoon die gewoon in een benzine- of dieselautootje kwam aanrijden. GTE. Ga je nu over naar elektrisch? Nou, we hebben al 2 jaar een Renault Zoe. Daar zijn we heel veel ervaring mee. Zonnepanelen, snellader. En dat bevalt heel erg goed. Dat rijdt ook heel erg goed elektrisch. Ja. En Tesla heeft altijd mijn belangstelling, want ik zit in de automotive branche. Dus ik, heb je de Model 3, ga je die nu bestellen? Ik heb er net 4 besteld. Dus, Je hebt er net 4 besteld? Oké. Van waarom heb je 4 nodig? Nee, 2 van mezelf en 2 voor iemand die er ook een belangstelling voor had. Dus, dat heb je gedaan voor of nadat je naar gezien hebt? Net boven. Toen dacht je van... Ja, ik vind hem wel een heel mooi model. Dus, was er nog iets bijzonders aan wat je had verwacht? Maar je wil natuurlijk wel graag dat het een mooi model is. Dat moet gewoon passen. Je moet daar een goed gevoel bij hebben. Ja. En dat heb ik wel, moet ik zeggen. Ja, er zitten elementen in die me heel erg aanspreken. Zoals? Er zit een bepaalde stijl. Ik zie een BMW terug, ik zie een stuk Porsche terug, ik zie een stuk een achterkant Mercedes terug. Roadster, een stukje Roadster van die sportauto. Ja. En het dashboard is natuurlijk heel futuristisch. Dat vind ik heel magnifiek. Ja, dat vind ik gedurfd, maar wel. Landscape mode in plaats van portrait mode. Geen knopjes. Ja, het was echt... Echt verbaasd dat ze dat gedaan hadden. Dat is mooi. Snel genoeg, 0 tot 6 seconden naar de 100? Ja, voor mij snel genoeg. Ik denk voor iedereen wel. Dus, Oké, 4 stuks gekocht, 2 voor een vriend, 2 voor hemzelf. Wat doe je in de autobranche? Ik heb een IT-bedrijf dat zich bezighoudt met het maken van managementapplicaties voor dealerbedrijven en dealerholdings. Oh, ja. Is die autowereld enthousiast over Tesla? Nou, dat is het vreemde. Ik heb het gevoel dat ze links en rechts op het ogenblik een beetje gepasseerd worden. En dus er zou wel veel meer activiteit bij de huidige autobranche moeten komen. Om zich niet gepasseerd te laten voelen. Maar worden ze niet geprikkeld door Tesla? Is de activiteit die niet gebeurt, zeg maar, ze hebben allemaal nog geen modellen. Dat komt allemaal in 2018. Maar zit iedereen er niet aan te kijken van, hey, we moeten iets doen? Nou, dat had ik wel gehoopt, maar dat is dus niet het geval. Oké, nog meer activatie is nodig, maar na dit model zullen ze wel wakker worden. Ja. We hebben hier een hele hoop pers, dus Radio Noord-Holland. Hier heb je Pauw Nieuws die erbij komt. En zometeen gaan we even naar Radio 1 toe. Ja, wat heb je gedaan? Ik heb er toch ook maar wel 2 gereserveerd. Hij kwam hier, ik zei, ja, ga je geen Tesla kopen en zo. Hij heeft gekeken. En waarom heb je dan toch maar 2 gekocht? Nou, na jouw geweldige uitleg ook, zeg maar, fiscaal en alle mooie berekeningen. Niet dat verhaal van Elon Musk dat we de wereld beter moeten maken en minder CO2 en dat soort dingen. Daar was ik al lang van overtuigd. Alleen had ik zoiets van, ik ben er nog niet aan toe. Stapje voor stapje, maar aan de andere kant... Even hierin, want we zitten bij de tv, bij Pauw Nieuws, ja. In de weg. Maar aan de andere kant, dat is 2018. Dat is nu een reservering voor $1000 per stuk. Tegen die tijd komt dat goed. Ja. Vond je het een beetje een leuk... Wat vond je er leuk aan, wat je gezien hebt? Gewoon sowieso natuurlijk weer een mooie show. Was er nog één ding die je leuk vond? Ik vond vooral eigenlijk de opbouw hier naartoe. Vanochtend toen ik wakker werd, dat ik op Twitter al die foto's zag met echt honderden mensen voor die winkels, voor die showrooms. Die nog eigenlijk niks hadden gezien. En dan zie je uiteindelijk, gaat het doek eraf. En dan is het gewoon echt eigenlijk de mooiste Tesla tot nu toe, vind ik. Oh, je vindt het mooier dan de Model S? Ik vind het mooier dan de Model S en de Model X. Wauw, hij heeft hem gekocht en dan opeens gaat in je hoofd, wordt het ook meteen de mooiste? Nee, maar die neus is gewoon veel mooier dan van die andere. De Model S heeft niet zo'n mooie neus als de Model 3. Je hebt echt een design, oké. Ja. Maar het is gewoon echt een hele mooie auto. Gefeliciteerd. Hey, trouwens, wat doe je? We hebben een PR-platform, Presspage. En we zijn nu, je vroeg met hoeveel mensen zijn. We zijn met ongeveer 26, 27 mensen nu. En werkt overal wereldwijd? Zorgen jullie dat journalisten goed lastiggevallen worden? Lastiggevallen? Intelligente manier. We helpen communicatieprofessionals. En we matchen nieuws met inderdaad journalisten. Dus we proberen het nieuws op de goede plek te brengen. Ja. Heel goed. Ik krijg in september mijn Model X en jij ook, geloof ik, hè? Ja, dat is... klopt. Ja, de Model X. Rij je al Tesla? Ja, de Tesla Roadster. Oké, hoeveel lang heb je er al in? Bijna 4 jaar. Oh, hoeveel kilometer? Bijna 90.000. Oh, bijna 90. Ik heb al 120.000 in 2 jaar gereden. Maar je hebt de Model X gekocht, waarom? Voor de ruimte, als gezinswagen. Ja, dat is wel iets heel anders dan de Roadster, ja. Wat vond je van de Model 3? Erg gaaf. Ja, superwagen. Die gaat hem wel maken, denk ik. Heb je hem al gekocht?
Nee, ik heb hem nog niet gekocht. Je hoeft hem niet erbij te hebben als tweede auto. Nee, dat wordt me iets te veel. Heb je dus ja, inderdaad voor de oudere kinderen erbij. Wat doe je zelf? Ik ben tandarts. Okay. En had je daarvoor al auto's, eerder auto's van een ton gekocht, zeg maar, voor dit hele elektrisch gebied? Nee, nog nooit. Nee. Normaal. Ben je ermee Ja, want het een innovatie is Tesla en ik wil heel graag elektrisch en duurzaam rijden. Ja, het is geen straf om dit soort auto's te rijden. Nou, we gaan onze auto...